De achtervolgingsploeg krijgt zaterdagavond in Kogerie een kans om een revanche te nemen voor de bedroevende race van drie weken geleden in Heerenveen. Sven Kramer, die de vorige keer ontbrak vanwege griep, is er nu wel weer bij. Reserve Koen nam in Heerenveen de plaats van Kramer in. Samen met Jorit Bergsma en Jan Blokhamis eindigde het trio als tiende. Het was de slechtste Nederlandse klassering ooit. Valpartijen naar gelaten. Bergsma was degene die het tempo niet kon bijbinnen. In Kogerie zullen Kramer. Blokhuisen en verwijgaan gaan rijden. Een goede klassering daar, of volgende week in Salt Lake City, is van belang, omdat een olympisch startbewijs op het spel staat. Er is ongetwijfeld veel druk, we voelen het niet zo, maar zaterdag is het wel alle hens aan dek, meent Kramer. Voor de ploeg achtervolging is het in deze samenstelling de enige kans op een goed resultaat. Lotto Jumbo, de ploeg van Kramer slaat de Wereldbeker in Salt Lake City namelijk over. Maar wat als de race van zaterdag ook niet goed gaat? Overweegt Kramer om dan toch nog naar Salt Lake City te gaan? Nee, dat verandert niet de zaak, zegt Kramer resoluut. Ik heb een bepaalde route voor ogen. Ik had ook heel graag de ploegenachtervolging in Heerenveen willen rijden. Maar was daar niet fit genoeg, dan moet je beslissingen maken die niet altijd voor iedereen even leuk zijn, maar waar ik zelf wel beter van word. Dat is topsport. Het is niet altijd even makkelijk.